Als eerste spreker zal Gerard van Solingen spreken. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook nog advocaat bij Ellen Overy. Hij zit in de Nederlandse Commissie Vennootschapsrecht. Hij zit ook als adviseur bij de Curaçaose Commissie Vennootschapsrecht of Rechtspersonenrecht. Ik weet altijd niet precies wat de officiële naam is. En is ook hoofdredacteur voor het tijdschrift van Ondernemingsrecht. Maar dat geloof ik vanaf ingang van 1 januari van dit jaar. En vervult ook een commissarissenrol bij een van de Rabobank entiteiten of Rabobank organisaties in het oosten van het land in Nijmegen. Gerard, ik wil jou graag naar voren roepen voor jouw voordracht. Dames en heren, goedemiddag, bon tardi. Dank voor de uitnodiging, Fokko en Frank, dat ik hier weer mag zijn, net zoals vorig jaar. En ik heb het genoegen, maar ook denk ik gelijk het risico, om te spreken over risicomanagement vanuit de optiek van een jurist. En juristen, dat weet u, dat zijn altijd zwartkijkers, dwarsliggers, dealverknoeiers. Maar ik zal proberen het niet te juridisch te maken, maar toch wat juridische noties te laten horen vandaag. Want risicomanagement, ik wil vanuit de juridische optiek dus ingaan op wat dat nou inhoudt, wie daarvoor verantwoordelijk is voor die taak en wat als die taak niet goed wordt vervuld. Wat zijn dan de gevolgen? En dan hebben we het over aansprakelijkheid. En ik zal aan het eind ook een vijftal gevallen uit de praktijk noemen waarin dat een rol speelde. Ik las afgelopen maandag in het Antilliaans Dagblad een column van Frank Kunneman, Op de koop toe. En dat zal geen toeval geweest zijn, dat ging over deze dag en over dit onderwerp. En een uitspraak van Frank die trof mij daar en ik denk dat dat precies de kern van de hele issue is. Kijk, ondernemen, dat is risico's nemen. Enerzijds zijn er kansen voor ondernemers. Ze denken dan doelstellingen te kunnen halen, winst te kunnen maken, te kunnen groeien. Maar daar zijn risico's aan verbonden. Dus kansen en risico's die gaan in één hand. En een misvatting is, zegt Frank, een van de misvattingen over risicomanagement is dat het risicovermijding zou moeten zijn. Hè? Dus het te voorzichtig gedrag. En dat is niet de bedoeling van risicomanagement. Wat het dan wel is, daar wil ik straks kort wat nader op ingaan. Maar dit tekeningetje, ik heb van Frank altijd geleerd dat je tekeningetjes moet laten zien in PowerPoint en niet te veel tekst. Nou, dus dit is een klein tekeningetje. Dat laat zien hoe volgens mij de verhouding tussen deze drie elementen zijn. Risico's, daar moet je dus eigenlijk ook bij lezen. Kansen en risico's gaan hand in hand. Aan de hand daarvan wordt de strategie bepaald en de doelstellingen. Maar bij de verwezenlijking van de doelstellingen loop je ook weer het risico dat het risico dat er risico's worden genomen, dat het fout gaat. En die drie eenheid of die drie elementen die staan in een constante spanning tot elkaar. Kansen en risico dus. Ook schreef Frank in zijn column, ik ga u niet vermoeien met een definitie van risicomanagement. Nou, dat ga ik wel doen. Ik ga u wel daarmee vermoeien, maar tegelijkertijd ook relativeren. Want definities, daar zijn juristen dol op. En als je dan gaat zoeken naar definities die economen hanteren, dan kom je er meestal achter dat er oneindig veel definities zijn. Hoe nuttig ze zijn, weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar ik heb er toch eentje uitgehaald die volgens mij wel redelijk gezaghebbend is. Dat is de COSO-definitie van de Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission uit 2004. En die definitie die zegt, het zijn eigenlijk drie elementen risicomanagement. Er is beleid. Je moet van tevoren bedenken, wat is het beleid, wat willen we gaan doen en wat vinden we aanvaardbaar. Dan ontstaat er uit een profiel hoe verder te gaan dus. En vervolgens, hoe werkt het in de praktijk, de reactie. Een heel belangrijk element bij risicobeleid is de zogenaamde risk appetite. Wat is de bereidheid van een ondernemer of een onderneming om risico te aanvaarden?
ik zei al, kansen en risico's gaan samen ondernemen. Je moet dus aanvaarden dat er risico's zijn en dat die ook zich zullen verwezenlijken. Dat er dus nadelige dingen kunnen gebeuren bij het ondernemen. Dus in hoeverre zijn wij bereid om risico's te nemen bij het ondernemen? En welke reikwijdte moeten die risico's dan hebben? Daaruit komt dan vervolgens de vraag, wie neemt de verantwoordelijkheid voor het risicomanagement? En dat is een van de elementen waar ik het vandaag vooral over wil hebben. Nou, enfin, u kunt het verder ook lezen. Identificatie, analyse en prioriteiten zijn dan bij het opstellen van het risicoprofiel de belangrijke elementen. En vervolgens, als er dan een risico voordoet, accepteren we dat? Hoe kunnen we dat in het vervolg vermijden? Of zouden we het de volgende keer in ieder geval kunnen beheersen, het risico? Nou, dat zijn de elementen uit deze definitie. Ik ga daar niet al te lang verder op in en ga snel door naar wat meer juridische context. Ik heb voor mijn praatje vandaag vooral gekeken naar de Curaçaose regelgeving, dus het burgerlijk wetboek, boek 2, en de diverse codes en modelstatuten en bestuursreglementen zoals die er zijn. En er is een opvallende gelijkenis met de Nederlandse regels over risk management, met dien verstande dat in Nederland het eigenlijk nog een beetje achterloopt, maar precies over de week vandaag komt de nieuwe corporate governance code in Nederland in de publiciteit en die zal een zeer uitgebreide regeling, veel uitgebreidere regeling van de risicomanagement paragraaf kennen, vergeleken bij de vorige keer. Maar dit zijn dus de bronnen. Voor een jurist is, zoals ik, is het wel wennen geweest in de tijd, de introductie van code. Dat is toch een raar ding eigenlijk, een code. Ik wil door dit plaatje laten zien hoe dat volgens mij komt. Kijk, juristen zijn gewend te denken vanuit de wet. En de wet die kent het begrip vennootschap. En dus de NV of de BV. En de daaraan verbonden onderneming. Maar de regels voor in de wet zijn gemaakt voor de vennootschap en die hebben eventueel gevolgen voor de onderneming die daaraan vasthangt. Maar in de code is het eigenlijk precies andersom. De code kijkt naar hoe de onderneming in elkaar zit, hoe die werkt of hoe die zou moeten werken volgens de corporate governance regels. En dat kan dan eventueel invloed hebben op de vennootschap die daarbij hoort. Dus dat is de ene is een bottom-up en de andere is een top-down benadering. En die spanning die zie je altijd tussen wet en code. En dat gaat ook niet altijd goed. Voordat ik wil kijken naar waar nou precies de verantwoordelijkheid ligt voor risicomanagement, eerst even iets kort over de bestuurstaak. En dit is een plaatje dat laat zien wat eigenlijk staat in de Code Corporate Governance van Curaçao uit 2009. De taken van de Raad van Bestuur. Want de wet komt niet veel verder, boek 2 is dat weer, die komt niet veel verder met de stelling het bestuur bestuurt de vennootschap, punt. Meer zegt de wet daar eigenlijk niet over. Dat is vreemd, alsof het dan genoeg is. Wel zegt de wet nog over dat het bestuur bij het vervullen van de taak zich moet houden aan de belangen van de vennootschap, zich moet richten op de belangen van de vennootschap, maar dan stopt het wel zo'n beetje. Maar de code gaat verder, dat zei ik al, de code denkt vanuit de onderneming en dat heeft invloed op hoe de vennootschap functioneert. Want de code zegt dat het bestuur ook de ondernemingsdoelstellingen formuleert en de strategie en het algemeen beleid. Dat is het volgende bolletje dat u zo rechtsom met de klok mee ziet. En daaruit volgt natuurlijk een financiële planning, dat moet allemaal gefinancierd kunnen worden. En tenslotte legt het bestuur over het gevoerde beleid, getoetst aan de strategie, verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. Wat is nou de rol van het bestuur? Want dit zijn dus de algemene bestuurstaken. En wat is nou de rol van het bestuur als je het hebt over risicomanagement? Nou, dan komen we weer terecht bij even kijken. Bij de doelstellingen bovenaan, het bestuur en risicomanagement. Daaruit blijkt, ook weer puttend uit de Curaçaose regeling en dan de modelstatuten deelnemingen land Curaçao heb ik nagekeken, de memorie van toelichting die daarbij hoort. En dan zie je eigenlijk het volgende beeld. Het risicomanagement, dat is typisch een bestuurstaak, zeggen de modelstatuten.
Het bestuur formuleert de strategie en de daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende algemene en financiële risico's en ontwerpt een systeem van risicobeheersing. Daartoe moet er een systeem van beheers en controle komen, beheersing en controle van die risico's. En zo zegt de modelstatuten dat en daar wordt dan vervolgens verslag van gedaan aan de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft een belangrijke rol hierin. En zullen daar zo verder naar kijken. Eerst even in het algemeen over de taken van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen, zo staat het in de wet, houdt toezicht op het bestuur. En geeft desgewenst wat advies aan het bestuur. Maar daar houdt het ook weer op. De wet houdt daar eigenlijk weer op. Veel verder dan dat allemaal moet gebeuren in het belang van de vennootschap, komt de wet niet. De Curaçaose code uit 2009 gaat wel verder. Die zegt dat behalve het dienen van het belang van de vennootschap, de raad onafhankelijk moet zijn, kritisch, zonder mandaat en zonder instructie. Houdt dus toezicht op het beleid van het bestuur en geeft goedkeuring aan zaken zoals vermeld in de statuten en de code. Een heel belangrijke functie van een deel van de Raad van Commissarissen is natuurlijk de auditcommissie, toezicht houden op de financiële gang van de zaken. Hoe past nou hierin het risicomanagement? Dit is een wat ingewikkelder plaatje. Ik heb geprobeerd alles in één overzicht te laten zien. Dit is denk ik het spanningsveld waarbinnen wordt geopereerd. Ik wil nog even vooropstellen dat, dat wordt wel eens vergeten denk ik, dat de Raad van Commissarissen voor wat betreft de uitoefening van de taak, van de toezichtstaak, geheel afhankelijk is, grotendeels afhankelijk is van de informatie die het bestuur aan de Raad van Commissarissen geeft. Uiteraard kan de Raad van Commissarissen de Raad niet tevreden is met de informatie die gegeven wordt verder vragen en nader onderzoek doen, maar in beginsel bepaalt het bestuur de hoeveelheid en de mate van informatie die aan de Raad wordt toegekend. De Code Corporate Governance Curaçao die zegt daarover dat het bestuur en de Raad van Commissarissen in het jaarverslag dienen te vermelden in hoeverre de bepalingen van de code zijn opgevolgd en dat de accountant dit dient te onderzoeken. Dat ziet u hier onderin het plaatje. De accountant die onderzoekt dus de gehanteerde risicomanagementsystemen en de verslaglegging in de jaarrekening. Maar als je nou eens dat hele proces bekijkt vanaf het begin, dan gaat het dus zo dat het bestuur bovenin het plaatje onderneemt in de doelstellingen, zoals ontwikkeld aan de hand van de strategie, die leiden tot de bedrijfsactiviteiten en de risico's die daaruit voortvloeien. De Raad van Commissarissen ziet daarop toe, op die bedrijfsrisico's, hoe die gelopen wordt, de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De auditcommissie heeft een eigen taak, die houdt toezicht op de gehanteerde risicomanagementsystemen. Die vaak dus financieel van aard zijn vanwege de auditcommissie. Die beide toezichtstaken die worden besproken in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen evalueert enerzijds de bedrijfsrisico's die bij het ondernemen zich voordoen, anderzijds de wijze of de uitkomsten van het toezicht dat wordt gehouden via de risicomanagementsystemen. En daarvan wordt verslag gedaan in de jaarrekening, zo zegt de Curaçaose code. En de accountant die controleert dat. En links onderin staat iets zwarts. Dat is de externe toezichthouder. Denk aan de centrale bank, maar dat kan ook een andere overheidsautoriteit zijn die toezicht van overheidswegen houdt. En bij sommige vennootschappen speelt dat ook nog eens een keer een rol erbovenop. Dit is dus het proces zoals juridisch gezien, dus in de regelgeving zoals die hier geldt op Curaçao, globaal gezegd, dit werkt. Dat zijn de taken en de verantwoordelijkheden. Hoe is nou de verdeling tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen als het gaat over risicomanagement? Ik zit zelf, dat zei Fokko net ook al, in een Raad van Commissarissen van een bank.
En heb jarenlang natuurlijk als hoogleraar, maar ook als advocaat, aan iedereen die dat maar weer wilde horen, verteld hoe een raad van commissarissen moet functioneren. En toen ik het zelf moest gaan doen, toen bleek dat toch wel een heel ander gevoel te geven. Je staat opeens toch wel voor beslissingen, een goedkeuring van bestuursbeleid. Ja, en dan sta je, ja, maar nou moet ik ja of nee zeggen, maar ik weet eigenlijk nog niet genoeg. Of weet ik wel genoeg om nu ja of nee te zeggen? En dat is een zware verantwoordelijkheid. En iets anders is, maar dat heeft misschien ook meer met mijn eigen karakter te maken. Ik heb ook nog wel eens de neiging om te zeggen, volgens mij doen jullie het helemaal niet goed. Dat zou je heel anders moeten doen. Maar dat moet je als commissaris eigenlijk ook niet zeggen. Je moet niet proberen mee te gaan sturen. Als iemand aan het stuur zit in een auto en de duo-passagier begint aan het stuur te trekken, dan gaat het meestal niet goed. Dus ook daar heb ik hard moeten leren. Ik denk dat bij risicomanagement dat gevaar ook heel duidelijk aanwezig is, namelijk dat de Raad van Commissarissen misschien wel vanwege de neiging om risico's te vermijden te veel aan het stuur trekt. Ik denk dat het zwaartepunt moet liggen bij risicomanagement bij het bestuur. Dit evenwicht op dit plaatje laat dat een beetje zien. Dat moet overhellen naar het bestuur. Want hoe zit het? Het bestuur bestuurt immers de vennootschap en bepaalt de strategie en houdt. En de RVC houdt daar toezicht op. Niet meer dan dat. De RVC bestuurt niet. Gaat zelf niet op de stoel van het bestuur zitten. Ook de aandeelhoudersvergadering bepaalt niet de strategie, maar kan slechts gebruik maken van haar wettelijke en statutaire bevoegdheden. Dat wordt natuurlijk heel anders als er maar één aandeelhouder is. Een situatie die op Curaçao natuurlijk heel vaak voorkomt. Waar de aandeelhouder nogal eens de neiging heeft om zich als een bestuurder te gedragen. Aan het stuur te gaan trekken. Maar volgens vaste rechtspraak, ook in zulke gevallen, is het toch zo dat de aandeelhoudersvergadering zich op afstand moet houden en het bestuur bepaalt de strategie. Als de Raad van Commissarissen zich te verantwoordelijk gaat voelen voor het risicomanagement, dus als de Raad verder gaat dan het toezicht houden op het risicomanagement en de gehanteerde systemen, maar zich daadwerkelijk gaat bemoeien met de vraag of er onvoldoende risico is gelopen, dan komen de commissarissen op een hellend vlak. Want dan gaan ze zich begeven naar wat de bestuurstaak is. Ze worden bestuurders of ze gaan zich gedragen als waren zij bestuurders. En als commissarissen dat doen, kunnen ze zich twee dingen afvragen. Het eerste is, ben ik daar eigenlijk wel voor geëquipeerd? Ben ik voldoende bestuurder en weet ik genoeg om dat te kunnen doen? Maar de tweede is, als een commissaris zich gaat gedragen als een bestuurder, loopt hij het risico ook daarop te worden aangesproken in die hoedanigheid. En dus ook aansprakelijk is als ware hij een bestuurder. Een commissaris moet dus toezicht houden op de risicomanagement. Zich afvragen, worden er verantwoorde risico's genomen? Ze bespreken met elkaar in de raad de uitkomsten van de risicomanagementsystemen, van de beheers- en controlesystemen. En kunnen daar met het bestuur het over hebben, maar gaan zich niet zelf daadwerkelijk met het risicomanagement bemoeien. Als een commissaris zich houdt aan de goede kant van de lijn en dus niet te veel zich bemoeit met het risicomanagement, dan nog kan een commissaris wel degelijk aansprakelijk worden gehouden, namelijk als er onvoldoende toezicht wordt gehouden. Dus als een commissaris zijn taak als toezichthouder niet goed vervult, dan is hij ook aansprakelijk. Maar dat is een heel andere aansprakelijkheid dan een commissaris die zich bezighoudt van dag tot dag en van uur tot uur met de gang van zaken in de onderneming. Ik wil tot slot iets zeggen over die uiterste consequentie. Dat is waar juristen uiteindelijk het altijd over moeten gaan hebben, over aansprakelijkheid. Voordat ik vijftal cases uit de Nederlandse rechtspraak zal bespreken, even kort iets over aansprakelijkheid en wanbeleid. Aansprakelijkheid, daar zijn eigenlijk twee smaken van. De ene vorm van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder of commissaris tegenover de vennootschap. Zij hebben, niet helemaal zuiver, maar een soort overeenkomst met de vennootschap dat zij
de opgedragen taken goed zullen vervullen. En als ze dat niet goed doen, dan zijn ze in beginsel daarvoor aansprakelijk. Dus ook voor de schade die er voor de vennootschap uit voortvloeit. Dat is een interne aansprakelijkheid. Er is ook een externe aansprakelijkheid tegenover schuldeisers, aandeelhouders, de curator in faillissement, de fiscus als er onvoldoende belasting is betaald of de sociale verzekeringsbank als er geen premies zijn afgedragen. Dat is de externe aansprakelijkheid. Daar is heel veel rechtspraak over. In Nederland is dat in een stroomversnelling gekomen de afgelopen 25 jaar. En ook op Curaçao zie je steeds vaker zaken waarin bestuurders en commissarissen aansprakelijk worden gesteld. Dat is een relatief gezien vrij nieuw verschijnsel. Bestuurders die zijn aansprakelijk voor falend bestuur en commissarissen zijn aansprakelijk voor falend toezicht. Tenzij, wat ik net zei, als een commissaris zich gedraagt als ware hij bestuurder, dan wordt hij ook als zodanig afgerekend op het falend bestuur. De norm voor aansprakelijkheid is onbehoorlijke taakvervulling. Hij die zijn taak onbehoorlijk vervult, is in beginsel aansprakelijk. In de rechtspraak is daar aan toegevoegd dat er sprake moet zijn van ernstige verwijtbaarheid. Dus alleen als er ernstig verwijtbaar onbehoorlijk wordt bestuurd, dan is er aansprakelijkheid. En de reden daarvoor is dat is met zoveel woorden in de rechtspraak ook overwogen door de Hoge Raad in Nederland, en dat geldt net zo goed hier op Curaçao, dat voorkomen moet worden dat bestuurders bang worden bij het ondernemen. Het voorkomen van bange bestuurders. Want wat doen bange bestuurders? Die gaan risico's vermijden, precies wat Frank zei. Want als je snel en makkelijk aansprakelijk kunt worden gesteld, zowel intern als extern, ja, dan ga je dus bij de beslissing als ondernemer wellicht laten leiden door die angst. Dat mag niet zo zijn. Dus heeft de Hoge Raad meermalen nu bepaald, die lat voor aansprakelijkheid die moet hoog liggen. Hoger dan normale onrechtmatigheid, dan normaal onrechtmatig gedrag. Dus je ziet in de rechtspraak ook dat het nemen van risico's die nou eenmaal horen bij het ondernemen, dat wordt beschermd door de hoogste rechterlijke instantie in Nederland en Curaçao. De lat voor de bestuurdersaansprakelijkheid ligt hoog. Ernstige verwijtbaarheid. In Nederland is dat in de wet opgenomen, die nieuwe norm, in 2013. En in Curaçao is momenteel een wetsvoorstel gaande. We hebben het net met de commissie vennootschapsrecht hier net teruggekregen van de raad van advies. Met wat opmerkingen her en der gaan we die nu verwerken. En als het goed is gaat dat begin volgend jaar naar de Staten. En dan kan het boek 2 worden aangepast, dat ook die norm van de ernstige verwijtbaarheid in de Curaçaose boek 2 terechtkomt. Maar vrees niet, ook al is dat nu nog niet zo, mocht er een zaak van komen waar u bij betrokken bent, ook het Hof hier of de Hoge Raad in Nederland zullen die norm van de ernstige verwijtbaarheid nu al hanteren, want dat is de geldende jurisprudentie. Een nieuw fenomeen hier op Curaçao, in Nederland al wat ouder, is de enquêteprocedure. Nou, daar bent u inmiddels denk ik allemaal heel erg mee bekend vanwege de overbekende enquête bij de overheids-NV's en het rapport van Huub Willems dat ook hier veel stof heeft doen opwaaien. Die procedure die loopt momenteel weer, het vervolg van die procedure. Daar wil ik even dit over zeggen. In de enquêteprocedure gaat het niet over aansprakelijkheid. Althans, dat is de theorie. Want in de wet staat, het gaat over wanbeleid van de rechtspersoon, van de vennootschap. Wel kan het Hof in een enquêteprocedure als wanbeleid is vastgesteld naar aanleiding van het verslag, en daar gaat het nu over in de overheids-NV-enquête, kan de rechter, het Hof, kan dan wel aanwijzen welke bestuurders en commissarissen individueel verantwoordelijk zijn geweest voor het geconstateerde wanbeleid. Dan wordt eigenlijk het wanbeleid van de vennootschap toegerekend aan de verantwoordelijke bestuurders en commissarissen. En als dat gebeurt, en dat gebeurt vaak genoeg, als dat gebeurt, dan hebben die bestuurders en commissarissen wel wat te vrezen. Want, nogmaals, in theorie gaat de enquêteprocedure niet over aansprakelijkheid, maar in vrijwel alle gevallen, als er wanbeleid wordt uitgesproken, is de volgende stap die de advocaten van de vennootschap of van derden zullen doen, is het aanspannen van de aansprakelijkheidsprocedure met het
met de gedachte, of nou niet eens de gedachte, met de stelling. Kijk, er heeft al een rechter naar gekeken en die heeft gezegd het is wanbeleid, mismanagement. En die bestuurders en commissarissen die zijn daarvoor individueel verantwoordelijk, dus bij deze zijn zij ook aansprakelijk. In de Nederlandse literatuur wordt dan gezegd dat de enquêteprocedure eigenlijk een opstapje is naar de aansprakelijkheidsprocedure. En dat gebeurt inderdaad vrijwel altijd. En die zaken die worden nooit helemaal uitgeprocedeerd, die aansprakelijkheidsprocedures, vrijwel nooit. Je ziet daar nooit jurisprudentie over, want die worden altijd geschikt. Omdat de verzekeraars, in Nederland zijn alle bestuurders en commissarissen verzekerd voor de aansprakelijkheidsrisico's. De verzekeraars die weten als er eenmaal wanbeleid in enquête is vastgesteld, nou dan kun je wel beter stoppen, of zo snel mogelijk stoppen met die aansprakelijkheidsprocedure, want die ga je waarschijnlijk niet winnen. Dus wordt er in een vroegtijdig stadium geschikt. Ik heb het dus nu gehad tot nu toe over de taak. Wat is nou risicomanagement? Wie is ervoor verantwoordelijk? En wat als het misgaat? De aansprakelijkheid. Ik zal dat nu aan de hand van 5 casussen kort nog toelichten. Ik had het net al even over die norm van de ernstige verwijtbaarheid. Die was geïntroduceerd door de Hoge Raad. En dat is gebeurd in een arrest van de Hoge Raad uit 1997... dat u hier bovenaan ziet staan, het Staleman van de Ven-arrest. Dat is een standaard arrest, standaard uitspraak waar nog steeds veel naar wordt verwezen. Ik zal niet het hele geval schetsen, maar 1 element eruit halen dat te maken had met risicomanagement. En een goed voorbeeld is van falend risicomanagement. Het ging hier om een autoleasebedrijf dat zowel volledige lease, dus operational lease, als financial lease gaf aan de cliënten. Voor de auto's die bij hen werden geleased. Wat betreft de financiering, er was een hoop mis bij dit bedrijf. Daarom kwam het ook bij de rechter uiteindelijk natuurlijk. Maar een van de elementen waar het misging was de rente. De inleenrente en de uitleenrente, kort gezegd. Er was een mismatch tussen die twee. Wat gebeurde er namelijk? De klanten, de mensen met de leaseauto, die betaalden een vast rentepercentage bij de financial lease. Maar de vennootschap leende zelf het geld in tegen variabele rente. Dat kan natuurlijk heel lang goed gaan, dat voelt u wel aan. Maar het kan ook heel erg fout gaan als die twee te ver uit elkaar gaan lopen. En dat ging fout, want de variabele rente die liep op. En de klanten bleven hetzelfde rentepercentage betalen. Dus dat ging helemaal mis en dat leidde tot de ondergang van deze onderneming. En uiteindelijk heeft de Hoge Raad bevestigd wat de lagere rechters ook zeiden. Dat is een ernstig verwijtbaar, onbehoorlijke taakvervulling. Het bestuur moet erop toezien, moet dit soort risico's goed onderkennen en ook daar een beheerssysteem op zetten. En dat niet zomaar, dit is een voorzienbaar risico, niet zomaar laten gebeuren. En de bestuurders werden dan ook aansprakelijk gehouden omdat een ernstig verwijt kon worden gemaakt van dit falend risicomanagement. Een andere zaak die in Nederland heel veel stof heeft doen opwaaien is de Laurenszaak. Dat was een enquêteprocedure, dus het wanbeleid, hè, geen aansprakelijkheid. Maar toch is er wel een les uit te trekken. Wat was het geval bij Laurens? Laurens was een beursgenoteerde onderneming waarin een groot aantal winkelformules waren ondergebracht. Die winkelformules die kent bijna niemand meer, want ze bestaan niet meer in Nederland. Maar dat waren onder andere Conmar en de EDA. Die zijn allemaal uit het straatbeeld verdwenen. Tegelijk met Laurens, want dat bestaat ook niet meer. De resten daarvan die zijn nu ondergebracht bij Jumbo, de grote concurrent van Albert Heijn momenteel in Nederland. Maar Laurens was dus een conglomeraat van winkelformules en er was een nieuwe CEO aangesteld en die had het plan opgevat om al die winkelformules samen te voegen. Allemaal 1 en dezelfde winkelformule, het moest de Conmar worden. En daar was een heel ambitieus plan opgesteld. Het ging om honderden filialen in Nederland die niet alleen in de front moesten worden samengesmolten, dus allemaal omgebouwd. Dus in gele, groene winkelpuien en karretjes en schappen. Maar ook, en dat was misschien nog wel een groot probleem, aan de achterkant van het winkelbedrijf moest het geuniformeerd worden. Dat betekent dus 1 distributiesysteem en 1 inkoopsysteem. En dat alles in een heel korte tijd.
een risicovolle ombouwoperatie. Dat zult u begrijpen. En deze CEO was zeer optimistisch. Die heeft zelfs op een dag een grote bijeenkomst georganiseerd in de Arena, het Ajax-stadion in Amsterdam. Alle medewerkers van alle winkelformules die mochten daar gratis heen met de trein. En ze kregen allemaal een groen-geel petje op. En groen-geel lied werd er aangeheven en de CEO stond op de middenstip. Zong hij het Kon maar lied. Hij was vol optimisme en dacht dat het allemaal zou gaan lukken. Maar dat ging natuurlijk helemaal mis. Dat zult u begrijpen, want anders had deze zaak nooit de rechter gehaald. En een van de verwijten die daar werd gemaakt was dat het zo'n risicovolle operatie, waarin tegelijkertijd honderden filialen omgebouwd moesten worden, filialen dus soms 1, 2, 3, 4 weken dicht waren. Nou, u weet het, in een supermarktbedrijf zijn de marges heel smal. Dus een week geen omzet kan al een negatieve invloed hebben op de jaarwinst. En dat gebeurde dus ook. Het liep gierend uit de hand. De Raad van Commissarissen, die van dit alles uiteraard op de hoogte was en de plan ook had goedgekeurd, bleek, zo later in de enquêteprocedure, niet extra maatregelen te hebben genomen. Dus niet een hogere vergaderfrequentie, geen eigen adviseurs in de arm genomen om alle plannen nog eens te laten doorrekenen. Nee, eigenlijk was het allemaal too little, too late. Want toen het mis dreigde te gaan, of eigenlijk al misging, toen pas kwam de Raad van Commissarissen in actie. De Hoge Raad had zelfs uitgerekend dat de Raad van Commissarissen anderhalve maand te laat in actie was gekomen. De commissarissen zeiden, nou dat valt nog best wel mee, anderhalve maand op een jaar. Maar dat was toch te laat. Want Laurens is ten onder gegaan en dat leidde dus tot het oordeel wanbeleid in de enquêteprocedure. En daarvoor werden de bestuurders en commissarissen individueel aansprakelijk gesteld. Dat was in de uitspraak van het Hof, de ondernemingskamer in Amsterdam. Die zaak kwam toen bij de Hoge Raad en die is toen uiteindelijk vernietigd in cassatie, waardoor het oordeel van het Hof onderuit ging. Dat was op een technische grond die niks had te maken met de inhoudelijke beoordeling. Maar zo gaat dat soms in het juridisch bedrijf. De les die we eruit moesten leren en konden leren is dat een raad van commissarissen, zo formuleerde het Amsterdamse Hof dat, de raad van commissarissen moet verscherpt toezicht houden als een risicovolle ombouwoperatie als deze wordt uitgerold. Verscherpt toezicht en dus adequate maatregelen op tijd nemen. Volgende zaak, de Ceteco-zaak. Ceteco was een conglomeraat, ook weer dat ook nu niet meer bestaat, dus failliet gegaan. Ceteco was in de tijd heel groot in Zuid-Amerika, in het zogenaamde bruingoed. Dat zijn apparaten voor keukens. Witgoed is geloof ik wasmachines en drogers. En bruingoed, dat zijn ovens, gasfornuizen. En was een grote leverancier in Zuid-Amerikaanse landen. Maar de marktomstandigheden waren al een tijdje niet zo best aan het begin van deze eeuw. En de omzetten daalden. Desalniettemin ging Ceteco een flinke expansie aan in Zuid-Amerika. Dus werd fors geïnvesteerd en er moesten veel meer verkoopkanalen komen en moest meer verkocht worden daar. Risicovol gezien de marktomstandigheden dus en de bedrijfseconomische toestand van de vennootschap. En desalniettemin werd er flink geïnvesteerd. Dat ging ook mis, hè, en toen het echt uit de hand liep, toen pas werd er gereageerd door het bestuur en de Raad van Commissarissen. En de rechter in Utrecht die had constateren dat dat veel eerder had moeten gebeuren. De rechtbank spreekt zelfs letterlijk, hier is sprake van falend risicomanagement en dientengevolge zijn bestuurders en commissarissen aansprakelijk. Vierde geval. De Landis-zaak in Nederland, ook dat leidde tot een faillissement van deze onderneming. Wat was daar aan de hand? Landis was in het begin van de 20e eeuw ook bezig met veel overnames, nam veel andere ondernemingen over. En was daar nogal, zeilde nogal scherp aan de wind wat betreft de overnamefinanciering. Dus er werd erg veel betaald. In die tijd was de markt hoog competitief. Dat was nog van voor de financiële crisis. Er werden hoge bedragen betaald bij overnames. Zonder dat er
En dat heb ik zelf ook meegemaakt in de praktijk, zonder dat er nou altijd even kritisch werd gekeken naar wat nou de waarde van die onderneming was. Nou, dat gebeurde bij Landis in dit geval ook, want dan werd een vennootschap overgenomen tegen een veel te hoge prijs. En die hoge prijs bestond eigenlijk ook voor een groot deel uit een veel te hoge goodwill. En hoe gaat dat dan? Na een overname komt dat dan naar buiten en dan moet die goodwill worden afgeschreven. Soms gaat dat versneld, soms gaat dat in één keer. Nou, en bij Landis werd dat onmiddellijk afgeschreven. Waardoor dus het eigen vermogen van Landis na de overname slechts groeide met de intrinsieke waarde van die overgenomen vennootschap. Omdat de goodwill helemaal werd afgeschreven. En dat leidde weer tot de verzwakking van het eigen vermogen van Landis zelf, van de moedervennootschap, en dus van de solvabiliteit. En dus kwam er een discussie met de banken, u kent het wel, een zakje door de covenants, zoals dat heet. En dat leidde tot de ondergang van Landis, want de financiering werd gestopt. Dit was ook een enquêtezaak, het oordeel was wanbeleid. En later is er ook nog een aansprakelijkheidsprocedure gestart aan de hand van die wanbeleidszaak. Dat is zo'n voorbeeld ervan. En die zijn dan onlangs geschikt. De laatste zaak, en dan ben ik aan het eind gekomen dus ook, is de Blauwhoed-casus. Ik speelde in Rotterdam, Rotterdamse haven. Blauwhoed was een onderneming die in de aannemerswereld is, dat is een aannemersbedrijf. En in de aannemersovereenkomst en ook in de interne richtlijnen van Blauwhoed stond dat uitvoering wordt alleen gegeven aan projecten als er een voorverkoop is van 70%. Dan denk dan bijvoorbeeld aan gehuurde eenheden en dergelijke. Onder de 70% is het risico te groot om door te zetten en boven 70% kan er worden doorgezet. Bovendien, en zo stond het ook in de aannemersovereenkomst, in de offerte, behalve die norm van 70%, ook dat er verplicht gebruik moest worden gemaakt van de risicomanagement systemen van Blauwhoed, dus door alle contractspartijen. Er was nog een element hier dat een rol speelde. In het directiereglement van Blauwhoed stond dat als er belangrijke afwijkingen zijn van de risicomanagementnormen, dat daarvoor dan toestemming moet worden gevraagd aan de Raad van Commissarissen. Dus het bestuur stond onder duidelijke toezicht wat dit betreft. Dus als er toch zou worden afgeweken van die 70% bijvoorbeeld, dan moest dat eerst langs de Raad van Commissarissen. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Het ging op alle fronten weer mis, want de aanneming werd toch gestart. De uitvoering van het contract werd toch gestart, terwijl de 70%-norm nog niet was gehaald. En bovendien werd niet de toestemming van de Raad van Commissarissen gevraagd voor die afwijking. En dat kwam bij de rechter in Rotterdam en die was heel duidelijk klip en klaar. Hier is gehandeld in strijd met het risicomanagementbeleid en met het directiereglement. En het directiereglement is nou juist een regeling die de vennootschap zou moeten beschermen tegen dit soort onverantwoorde risico's. Dat is willens en wetens dus geschonden en dat leidt tot aansprakelijkheid van de bestuurders. Dit zijn zo 5 gevallen uit de Nederlandse rechtspraak van de afgelopen 20 jaar. En er zijn er nog veel meer als je in de jurisprudentiesystemen zoekt op risico of risicomanagement. Dan zul je er veel meer vinden. Maar dit zijn 5 gevallen die op verschillende manieren denk ik laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. Zowel aansprakelijkheid als wanbeleid in een enquêteprocedure. Deze jurisprudentie die ik hier vertel, die geldt op Curaçao net zo goed. Ik heb in de Curaçaose jurisprudentie geen voorbeelden kunnen vinden. Maar het nadeel van Curaçao is helaas dat we ook nog niet goede jurisprudentieverzamelingssystemen hebben. Dus de rechtspraak van de Curaçaose rechters, die wordt soms wel ergens gepubliceerd, soms niet. Dus je hebt niet altijd een goed beeld. Maar gelukkig gaat dat de laatste tijd steeds beter en verschijnen ze ook steeds vaker in tijdschriften. Maar dat maakt verder niet uit, want de regels zijn exact hetzelfde in Curaçao en in Nederland. Dus die rechtspraak is hetzelfde. Nou, dit was een typisch juridisch verhaaltje. Eindigt in mineur over aansprakelijkheid en dat er betaald moet worden voor de schade bij faillissement. Ik hoop dat de volgende sprekers wat opwekkender verhalen hebben. Of dat het wel goed kan gaan. Maar dit is in ieder geval juridisch, zijn dit de contouren. Ik heb begrepen dat er later mogelijkheid bestaat voor het stellen van vragen. Ja, aan het eind. Aan het eind, oké. Nou, mocht u nog vragen hebben of nader uitleg,
dan ben ik daar uiteraard graag toe bereid.